Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fire No Way. En we staan hier op een dak. Ergens in niemandsland. Ergens in de woestijn. En we gaan hier verder met de campaign van GTA 5. Ik ben hier met mijn grote vriend Trevor. Hij kijkt een beetje chagrijnig. Ik hoop dat hij er ook een beetje zin in heeft. Trevor, heb je er zin in? Ja, ik denk het wel. Oké, we gaan verder met de campaign. We gaan even kijken waar we de volgende missie gaan doen. En ja, waarom sta ik hier op het dak? Laat ik eerst hier maar eens even veilig naar beneden zien te klimmen. Want ik sta hier op het dak omdat ik hier de laatste missie heb gespeeld. En dat was dat ik op auto's moest gaan schieten. Op autobanden. En op een soort van wolvenachtige beesten. En ja, dat was hier de laatste missie. En we gaan nu weer verder. We lopen hier naar buiten. Dit is een verlaten motel. En we gaan onze waypoint zetten naar de volgende missie. En dat is deze C hier. En volgens mij is dat de... Even kijken. Dit is in ieder geval de missie van de Chinese. En is dit de dinner of is dit de plek waar het MATLAB zit? Ik weet het even niet meer, maar we gaan er zo achter komen. Als eerste moeten we natuurlijk kijken of we een mooi vervoersmiddel kunnen vinden. Wat mij die kant op gaat brengen. Ik weet niet wat deze guys zijn, maar ik loop snel door. Want ze zien er een beetje gevaarlijk uit. Ze lopen naar de schreeuwen, dus ze maken me een beetje bang. Ook al lopen we met een gun rond, dus ik hoef me niet zo heel veel zorgen te maken. Nou, we lopen richting de weg. En we gaan kijken of we zo snel mogelijk een auto kunnen zien te vinden. Ik zie hier ook iets anders. Nou ja, laat ik dat maar niet doen. Ik wilde eigenlijk die man even van zijn motor afschieten. Maar weet je, dat is ook weer niet heel erg aardig. We blijven hier even wachten op deze weg. Tot er een voertuig onze kant op rijdt. Die ik kan gaan stelen. Ik zie hier een mooie pick-up truck-achtig iets aankomen. En die is ideaal voor het woestijngebied. Dus laat ik deze meenemen. Er zit een sterke man in. Nou ja, onder druk van een wapen, dan rent hij wel weg. We moeten hier oversteken. Over de treinbaan. En we wachten heel eventjes. Yep. Dan kunnen we veilig oversteken. Ze zeggen altijd wacht tot het licht gedoofd is. Nou, bij deze. Ik denk niet dat hier nog een trein van de andere kant aankomt. Het is toch maar één spoorbaan. Maar ja. Oké, we zijn onderweg naar een nieuwe missie van de Chinese. En ik ben benieuwd wat ze me deze keer te melden hebben. We proberen die man niet van zijn motor af te rijden. En we komen nu aan bij... Inderdaad, het is de bar. En ik vraag me af hoe het deze keer met de Chinees gaat. Want de vorige keer zat hij zwaar aan de drugs. En liep hij te stuiteren als een Mongool. En de vraag is of dat nu nog steeds het geval is. Laten we mijn wapen even wegdoen. Dat schrikt natuurlijk mensen af. En we lopen deze liquor store in. Nou, daar gaan we. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash, hillbilly, Wallace. You're damn right. Zo, te zien is je nog steeds aan het spacen. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Quiet in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short... Mm-hmm. It's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. Ooh. What? We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry. Ooh. You're fucking sorry? Dan moet je niet tegen Trevor zeggen. I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Hmm? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? Who? Oh, shit. The O'Neill brothers. I got badass. Huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them. Ew. Hallo. Oké, nou, we gaan zo te zien naar de brothers toe. En ja, je weet hoe Trevor dat oplost.
Ik denk dat hij ze gaat uitschakelen of gaat vermoorden of iets anders naars met ze gaat doen. Maar op zich is dat natuurlijk wel een manier om ervoor te zorgen dat de jongens, de Chinezen, dat ze uiteindelijk met mij moeten samenwerken. Want dan blijft er niet heel erg veel over hier in dit gebied. Nou, we zijn onderweg naar de O'Neill Brothers. Dat ligt een stukje verderop. De waypoint staat al. Het ligt aan de andere kant van het meer. Dus het is een stukje rijden. En hopelijk dat we onderweg niet te veel gezeik tegenkomen. Want ja, volgens mij is Trevor een beetje boos. Een beetje erg boos. Nou, we krijgen op dit moment een telefoontje binnen van de O'Neill Brothers. En we gaan zien hoe dit gaat verlopen. We nemen op. Trevor Phillips. Elwood O'Neill. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, fella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! Oh, shit. All of you are going to die! Nou jongens, we zijn hier op het zandweggetje richting het huis of richting de plek waar de O'Neill Brothers zich begeven. Het is hier een zandweggetje. Ik zie op dit moment hier nog niks bijzonders. Maar hier is wel het einde van mijn checkpoint, dus we gaan het zien. Ik zie hier een geclosed hek. Daar kunnen we natuurlijk niet doorheen rennen. Doorheen rijden. Dus laat ik vast een wapen in de aanslag nemen. Want volgens mij zijn ze wel voorbereid op mij die gaat komen. En ik denk dat ze vast wel ook wat wapens hebben, want ja. Oh shit, oké. Het ziet er toch wat gevaarlijker uit als ik had gedacht. Een supergrote farm. Er staat er een guy met een dikke buik. Met een verrekijker op de loer. Hier is iemand aan het schieten met een pistool op blikjes. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Oh shit. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Okay. How many brothers you got? We gaan beginnen. Er staat hier een heel groot huis. Het is een soort van farm, een boerderij met een aantal loodsen. Ik zie ook aardig wat guys hier. Ik zie er daar nog een aantal staan snijpen, maar hoe kunnen we dat veilig gaan oplossen? Ik denk dat we moeten beginnen met een sniper. Hopelijk hebben ze dat niet gelijk door. Laat ik een veilige plek zoeken waar ik me een beetje kan verstoppen. Want ja, als ze op mij beginnen te schieten, moet ik ook dekking zoeken. En dat is denk ik niet in deze boom. Dus klim maar uit. Zo. Oh, misschien wel op de boom. Nee, ook geen goed idee. We lopen een stukje verder. En we kijken of we een plekje kunnen vinden waar we ook een beetje kunnen verschuilen. Is dat hier achter deze steen? Kunnen we hier verschuilen? Oh, nee, het is een boomstam of wat is het? Nou, ik denk dat we hier wel ergens kunnen gaan staan op dit bergje. Hier hebben we een mooi overzicht over de farm. En ik zie een aantal rode stipjes. Ik heb een sniper met een silencer. Dus als het goed is, hebben ze niet door van waar ik schiet. En laat ik hopen dat hun niet gelijk op mij beginnen te schieten. Zodat iedereen gealarmeerd wordt. Nou, we gaan voor de headshot hier. Ik zie hier twee guys staan schieten op blikjes. En ik denk dat hun ook redelijk gevaarlijk zijn. Dus laten we met hun beginnen. We gaan voor de headshot. Eerst degene die loopt te schieten met de gun. Want die is natuurlijk het gevaarlijkste. En we richten op zijn hoofd. En 3, 2, 1. Dat is 1. Oh shit, ik ben nu uitgezoomd. Dat had ik niet moeten doen. Hij drukt op zijn walkie-talkie of wat ook is. Ze zijn volgens mij nog niet allemaal gealarmeerd. Ik zie daar een busje wegrijden. En hoe lossen we dat op? Ik denk een schot op de banden. Ik kan hem niet helemaal goed meer zien, maar... Oké, the guards are looking for me. Ik heb zojuist op mijn busje geschoten, dus... Dat was misschien niet zo heel slim. Ik zie daar een aantal op me afrennen. We gaan rustig voor de headshots en de bodyshots. There we go. Ze weten nog niet van mij waar ik precies zit. Dat scheelt. Ik zie er daar ook één boven staan. En die zoekt cover achter het hek. Maar daar kunnen we wel doorheen schieten, denk ik. Oh shit, hij heeft mij door, hij heeft mij door. Dus de eerste die richting mij schiet, die nu door heeft waar ik zit. En we hebben een aantal uitgeschakeld. Dat betekent dat ze nu ook dichterbij beginnen te komen. En ik ben best nog gedamaged door die guy van net. Dus we rennen eventjes om deze berg heen om ze een beetje af te leiden. En van mij lopen hun rechtstreeks de berg op.
Dus ik kan ze elk moment zien in mijn vizier. There we go. Dat is één. Ik schiet nu niet meer met een suppressed weapon, want ze hebben me nu toch al door. Dus dat maakt ook niet meer uit. Er zit hier voor mij ook nog ergens één op de berg. Het zijn nog twee die heel dichtbij zijn. Maar waar zijn ze? Ze komen zo dichtbij dat het misschien tijd is om een shotgun te pakken. Ik heb mijn salve shotgun en mijn pump shotgun. Dus we beginnen met mijn pump shotgun. Zoveel leven heb ik niet meer. En er komt, hij komt redelijk dichtbij. Het is nog één. There we go. Er is niks van ze overgebleven. Ze hebben een dik aantal shotgun shells in hun buik zitten nu. Ze rollen heel mooi naar beneden. Hebben ze nog leuke wapens die ik kan gebruiken? Volgens mij niet. Nu moeten we proberen dichter bij het huis te zien te komen zonder dat ze me doorhebben. Heb ik wapens met suppressors? Nee, ik heb alleen een sniper met suppressor. Dat maakt het wat lastiger, dus ze hebben snel door waar ik zit. Nou, we finishen deze guys maar gewoon eventjes makkelijk. Ze zijn in ieder geval allemaal alert. Want ze hebben door dat ze aangevallen worden door deze gek Trevor. Dus ze zoeken dekking en proberen er alles aan te doen om mij te vermoorden. Ik heb weer mijn leven terug. Ik heb nu een halve levensbalk. En de rest moet ik aanvullen met een life package. Als ik die kan vinden. Er wordt nu beschoten vanaf boven daar. Daarvoor wil ik nog even mijn sniper gebruiken. En dat was misschien niet zo handig om te switchen naar mijn sniper. Want ik ben op dit moment uitgeschakeld. Ik denk dat we toch op een andere manier moeten gaan aanpakken. Ik sta hier weer op de berg. En hoe gaan we deze guys uitschakelen zonder dat ze me doorhebben waar ik zit? Ik denk als eerst dat ik niet moet schieten op het busje wat daar staat. Want dat was de reden de vorige keer dat ze op me afkwamen lopen. Ik zie hier een mooi plekje voor een dubbel headshot. Dus laten we daar eens even op schieten. Ze weten nog steeds niet waar ik ben. Door de silencer die ik gebruik. En die guys met de pistols zijn ook nog druk bezig met schieten. Dus die schakelen nu ook uit. Hij heeft ook nog niet door waar ik zit. Hij drukt op zijn walkie-talkie, maar was te laat. We hebben op dit moment aardig wat mensen uitgeschakeld al zonder dat ze me doorhebben. Dus het is een beter begin als net. We scannen de area nog goed af of er nog meer guys lopen. Ik zie niks staan. We kijken nog eventjes richting het huis. En ik zie er hier één boven lopen. Deze kunnen we ook mooi uitschakelen met een sniperkogel. There we go. Net stonden er nog een aantal meer hier op de balustrade. Hier is de gast met de verrekijker. Die schakelen we nu uit. Die heeft mij ook niet kunnen spotten. En er staat er hier ook nog één. Het enige wat ze horen daar is brekend glas en neervallende personen. Ik hou het busje goed in de gaten. Kijk of er weer iemand mee vandoor gaat. Het lijkt op dat het deze keer niet het geval is. En ik denk dat we langzamerhand dichterbij kunnen komen zonder dat ze me doorhebben. Ik zie hier ook nog een guard beneden staan. Laten we die ook maar even uitschakelen. There we go. 3, 2, 1. Huppakee. En het ziet er nu in één keer een stuk rustiger uit buiten als net. Dus ik denk dat ik nu wel dichter bij het huis kan zien te komen. Of bij de boerderij. Hoe dichter aan hoe je het wilt zeggen. Zonder dat ze me doorhebben. En een wapen met een silencer was misschien niet zo... misschien was een wapen met een silencer wel een goed idee geweest. Misschien had ik meerdere wapens met een silencer moeten nemen voordat ik aan deze missie begon. Maar ja, ik wist niet dat het deze missie was. We kijken nog even die kant op. Staan hier nog guards? Nee. Het is redelijk rustig nu. We proberen langzamerhand dichter bij de loods te komen. En dichter bij het huis waar de O'Neill Brothers zich begeven. Ik ben nu een beetje aan het twijfelen. Ik heb geen shotgun met een silencer. Ik heb verder geen wapen met een silencer, geloof ik. Even snel checken. Pistol met een silencer ook niet. We hebben een grenade launcher, maar dat maakt helemaal lawaai. Dus ik probeer nog eventjes iets dichterbij te komen met mijn sniper. We kijken heel goed rond. Ik zie helemaal niemand. Dit gaat beter als de eerste ronde. Ik denk dat ik nu ga switchen naar mijn pump shotgun. Dit gaat natuurlijk een super lawaai maken op het moment dat ik het huis ga bestormen. Dus we kunnen dit op verschillende manieren aanpakken. Ik zie hier ramen. We kunnen even naar binnen kijken of ik iemand zie. Ik zie niemand. Ik hoor nu wel mensen. Ik zie ook weer rode stipjes op een map. Dat betekent dat hier guys in het huis zich bevinden. En ik weet nog dat ik deze missie ook heb gespeeld op de Xbox 360. En toen had ik ook gas grenades en meer silenced weapons. Dat was wel een stukje handiger als dit. Het enige wat ik nu zie zijn lijken. En we lopen eventjes om. Hoop ik dat... Oh shit, daar staat er ook een met een verrekijker te kijken. En ik wil die even nog uitschakelen met mijn sniper. Hij kijkt met de verrekijker rond, maar mij zie je niet. There we go. Oh shit, oké. Ze hebben me door.
Ze weten nu dat ik eraan kom. Ik denk dat een shotgun in dit geval het beste wapen is. We gaan het huis proberen te bestormen via boven in plaats van beneden. Dat verwachten ze misschien wat minder snel. Door deze ben ik helaas geraakt. En het lijkt erop dat de guards mij nu zien aankomen. Ik ga rustig spelen. Ik zit nu in het huis. Misschien is het beter om naar mijn shot-off shotgun te gaan. Een kortere variant. Met meer spread van dichtbij. Ik hoor ook wat meer rondrennen met shotguns. Voor mij komt er nu een de trap op. There we go. Boom. In je face. Met je pistool kan je mij niet zo heel veel maken. Nou, we gaan even alle kamers nu één voor één uitkleren. Om te voorkomen dat we straks niet in één keer een guard voor onze neus hebben staan. Voor mij zijn ze voornamelijk beneden. Maar laten we toch even boven goed checken. En niet dat ze in één keer van boven mij komen benaderen. Nou, hierboven lijkt het me redelijk stil. Ik zie dat ze allemaal beneden in het huis rondrennen als een stel Mongolen, omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Dit is een gevaarlijk moment. Ik ga de trap af terwijl ze mijn benen eerder kunnen zien dan ik hun zie. Ik zie op dit moment helemaal niemand hier. We rennen even door naar dit kleine kamertje om weer dekking te zoeken. Ik kijk om het hoekje. Ik zie niks eraan komen. Is er misschien een tactiek hoe ik dat kan aanpakken? Ik schiet gewoon één keer hier. Zo. Misschien dat ze nu mijn kant op komen lopen. Dat ze weten waar ik zit. Ja, you're in our house. Nou, take over time inderdaad. We gaan verder het huis clearen. Ja, ik snap dat ze boos zijn. Maar ja, dit is nu mijn huis, jongens. En dit huis gaat eraan. En jullie gaan er niet voor zorgen dat de Chinese naar jullie overlopen. Dat kan gewoon niet. Dat scheelt mij heel veel geld. Ik zie hier een aantal gasten. Dat was een triple kill. En er loopt iemand met een machine gun om uit te schieten. Waar staat die gast? Ik zie dat ze deze kant op komen lopen. En mij in mijn rug proberen te benaderen. En ik denk dat we maar via deze deur eens even een schot eruit gaan schieten. Even kijken. We staan daar achter te wachten. Er leeft nog die guy die hier achter de deur staat. Ligt hij op de grond? Ik zag wat. Ik heb ondertussen al het halve huis gekleerd. En er blijft niet heel veel van ze over. Een shotgun is in zo'n huis het beste wapen natuurlijk. Close action. En het schiet je zeker weten dood van dichtbij. Boom. In je face. Ik zie daar ook nog een achter zitten. Oh shit, deze staat nu voor mijn neus. Hij staat waar zij is. Hij liep weg. Voor mij leeft hij nog. Hij is overleden. De kogel heeft hem toch genoeg damage gegeven. We kijken rustig door. In dit huis. Maar waar zijn ze? Ik zag er één achter de bank zitten daar. Huppakee. There we go. Het lijkt erop dat het huis nu steeds stiller begint te worden. Ik zie hier een medkit. Die pak ik op. En het lijkt erop dat ik hier naar beneden moet gaan. Ik zie nog één rood stipje hier op deze etage. Die wil ik wel eerst uitschakelen voordat ik naar beneden ga. Of is die gast toch hier beneden? Het is een hartstikke gezellig huis, jongens. Het ziet er alleen niet meer uit nu. Even kijken. We gaan naar beneden toe. Naar de kelder. En ik vraag me af hoeveel guys daar nog verstopt zitten. Ik heb geen granaat om nu, of een stun grenade om van de trap af te gooien. Ik moet weer met mijn benen eerst de trap af. Dus dan gaan we. 3, 2, 1. Huppakee, in je face. Was dat de laatste persoon hier binnen? Het lijkt er wel op. En zoals je ziet, dit is ook een soort van mad lab. Dus het is inderdaad onze concurrent. Nou, ik zie hier staan pick up the jerrycan. Dus laten we dat maar snel doen. En pull your gasoline equipped. Oké, dus het lijkt erop dat wij een gasoline trail, oftewel een lijn met brandstof, naar buiten moeten brengen. Om uiteindelijk dit huis in de fik te steken, denk ik. Ja. Dus laten we even lekker met de jerrycan over al hun spulletjes heen gaan. Zo, zoals deze mooie bank. Prachtige bank. Zo. Lekker veel brandstof eroverheen. En laten we gewoon het lijntje volgen die ik op de minimap zie. En ik denk, als je dit door iemands huis gooit, dat redelijk snel en hard in de fik gaat vliegen. Eens even kijken. We lopen hier netjes naar buiten toe. Ondertussen stinkt het hele huis naar brandstof. En begint het redelijk gevaarlijk te worden. Ik volg het gele lijntje nog tot aan de uitgang van het huis. There we go. En shoot the gasoline trail to ignite it. Oké, we gaan de boel
nu echt in de fik steken. En dan weet je, dat doen we maar gewoon mooi met een mooie shot-off shotgun. There we go. Zoals je ziet, het vuur begint te branden. En ik neem even wat afstand van het huis. Ik zie het vuur naar binnen gaan. En het gaat naar binnen, het gaat naar beneden. Allemaal chemische shit hier beneden. Dus ik denk dat de boel gaat ontploffen. Holy shit. En Trevor loopt netjes weg. Het hout vliegt rond zijn oren. En het huis staat in de fik. En de O'Neill family bestaat niet meer. Nou, laten we maar maken dat we snel wegkomen hier voordat de politie hierop afkomt. Want een exploderend huis, dat trekt natuurlijk de aandacht van de politie. En ja, dan hebben wij dit opgelost. En dan vraag ik me af hoe de Chinezen gaan reageren op dit al. Want ja, die hebben geen plek meer om een mat te krijgen en eventueel wapens. Dus uiteindelijk zouden ze dan misschien toch wel moeten gaan handelen en zaken gaan doen met Trevor. Maar ja, of dat nou zo'n goed idee is als je ziet waar Trevor allemaal in toe staat is. Ja, we hebben de mission passed. We drukken op A en we gaan verder met de campaign. Dus even kijken. We rijden hier de weg af. En we zetten even een nieuwe waypoint. Naar de volgende missie. En dat is de T van Trevor bij zijn huis. Dus laten we snel die kant op gaan. Ja, we zijn onderweg naar het huis van Trevor. Ik vraag me af wat voor missie er nu aan gaat komen. En of misschien de Chinezen nu van plan zijn geswitcht. Want ja, alle concurrentie, dat schakelt Trevor gewoon uit natuurlijk. Op de Trevor manier. We zijn ondertussen bijna aangekomen bij zijn huis. Of nou ja, zijn hok. Hoe ik het ook moet noemen. Het is een caravan die nou niet echt super goed is onderhouden. Dus ik weet niet of je het een huis mag noemen. Nou, we zijn aangekomen bij zijn huis, bij zijn caravan. En we gaan zien wat de volgende missie is. En volgens mij staat Philip hier vast wel. Die waarschijnlijk wat nuttigs gaat vertellen. Dus even kijken. We lopen het huis in. En dat is niet Philip. Dat is iemand die niet hoort te zijn. Ofwel. Nee, dat is die. What the fuck? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, alright? I ain't gonna hit you. Is die soort van vriend van Trevor, maar. Oh. I'm not gonna hit you now. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Oh. Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Okay, for mij hebben ze Michael gevonden. Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos! Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. Het lijkt erop dat we een bezoekje gaan brengen aan onze grote, nou ja, vriend Michael. Maar voor mij is dat niet zo'n grote vriend meer van Trevor. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren nu. Go to the trailer park. Nou ja, we kunnen nu de mooie auto van Trevor gebruiken, deze pick-up truck. En richting het trailer park gaan. En het trailer park is best wel ver weg, weer aan de andere kant van het meer. Maar ik denk dat we met de rijstijl van Trevor er binnen een paar minuutjes kunnen zijn. Dus we gaan gewoon plank gas. En ik ben benieuwd wat ze op het trailerpark gaan doen. Het trailerpark is voor mij die plek waar waar we die ene gang hebben uitgeschakeld. Trevor. All the more reason to drop by.
Okay, that might be nice, but where are we stopping on the way? Because, you know, I'm getting kind of wet over here. For fuck's sakes! Another chapter of the Lost have descended on this fine town, looking to mourn and maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, I don't think we'd be welcome there. I mean, wouldn't you want to... Nou, we gaan hier naar rechts. En we zijn bijna bij ons waypoint aangekomen. Het regent ontiegelijk hard. En we zitten in een open pick-up truck. Dus zo chill is het eigenlijk niet. En het begint ook nog eens een keer te onweren terwijl je in een open auto zit. Nou, dat is lekker veilig. Oké, het trailerpark. Wat gaan we hier doen? Er leven nog een aantal gasten van de motorgang. De rest is van mij doodgegaan door mijn vorige aanval. Oké, volgens mij zijn ze nog steeds een beetje boos op onze grote vriend Trevor. En het lijkt erop dat wij een aantal sticky bombs moeten gaan planten op de trailers. Alleen ja, ik ben bang dat ze... Mag ik het doen zonder dat ze me doorhebben of kan ik ze ook gewoon afschieten? Dat is de vraag. Ik zie er hier een staan. Mogen we hem uitschakelen? Dat is de vraag. Kikkeboe! Oké. We gaan alle trailers opblazen. En waarschijnlijk heb ik nu wel ruzie gezocht met ze. Maar ja, dat vind ik toch niet erg. Want dat hadden we toch al. Of misschien was het niet zo'n goed idee als ik nu zie hoeveel rode stipjes er op me afkomen. Ik dacht dat ze namelijk allemaal een soort van dood waren. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Oh shit. Oké, wacht even. Misschien was dit weer niet een al te beste aanpak van mij. Maar ja. We gaan lekker met de shotgun rachen. We knallen ze gewoon lekker één voor één af. Het zijn er wel aardig wat, maar... Ik denk dat ze niet heel veel tegen mijn shotgun kracht kunnen beginnen. Behalve als ze heel vies dekking zoeken zoals ze nu doen. Oké. Ik ben zojuist echt gewoon binnen een seconde neergemaaid door een assault rifle. Misschien was het toch niet zo'n goed idee om iemand van hun uit te schakelen. Want ze hebben nogal wat wraak om mij te verhalen. Oké, we gaan het op een andere manier doen. We gaan het op de sneaky manier aanpakken. We pakken de sticky bombs in de hand. En we gaan eens even door de trailerpark lopen zonder dat ze me doorhebben. Op ieder geval, dat ga ik proberen. Dus het onweert in ieder geval lekker hard, waardoor ze me waarschijnlijk minder snel doorhebben omdat het al redelijk veel lawaai maakt. Oké, dat is trailer 1. We moeten natuurlijk alles aan doen dat ik niet gezien word. Dus laat ik snel hier tussen de trailers doorrennen. En sommige trailers zijn wel moeilijk te bereiken. Want die liggen echt naast de guys van het trailerpark. Nou ja, gelukkig regent het. Is het vies weer. Dus ik denk niet dat ze buiten zullen zijn. En ik hoor wel een aantal... Guys hier. Voor mij kan ik de sticky bombs gewoon op de zijkant gooien van een afstandje. Zo. Het lijkt erop dat dan het gele stipje weg hoort te gaan. En de trailer waar ik net was, heb ik één op gegooid. Maar die is inderdaad niet... Is het gele stipje niet weggegaan. Dus ik ga die even overnieuw doen. En dat is voor mij deze trailer hier zo. Kijk, als ik hem er raak opgooi, dan... Gaat het wat beter. Ik had al een sticky bomb ingegooid. Maar... Misschien gooi ik de volgende keer ook een sticky bom en dan gooi ik hem door het raam. En in één keer op het bord van een van die guys die zitten eten, een van die motorrijders. Dus laat ik dat maar niet doen. Dus ik denk dat we beter gewoon veilig op de buitenkant kunnen plakken. En je kan ze gelukkig van een afstandje gooien. Dus het is te doen. Oh, dat was niet de goede trailer zo te zien. Ik had deze trailer moeten hebben. Nou, we klimmen hier overheen. Ik moet niet te veel lawaai maken, want dan hebben ze me door. We plakken er op deze trailer. There we go. En een trailer hier aan de overkant. De vraag is, staan de guys buiten? Volgens mij niet. En alles wat ik zie, kijken ze allemaal de andere kant op. Oh, deze kijken wel mijn kant op, maar... Oh, fuck. Ze hebben me door. Ze hebben nog geen groot alarm geslagen, volgens mij, maar... Ik hoorde wel één mijn naam roepen. Oké, er loopt hier één buiten. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar ik probeer er maar langs te lopen zonder dat hij mij doorheeft. Ik ga er een plakken op de buitenkant. Hopelijk horen ze de sticky bom niet landen. There we go. Nog één sticky bom moeten we planten. Wacht, staan daar... Nou, oh shit, die staan gewoon naast de motors.
Oh, fuck. Ik hoorde iemand shit roepen en mijn naam roepen. Volgens mij was het maar bijna door. Oh, shit. Ze lopen wel over mij te praten op dit moment. Nou is de vraag, kan ik rennen naar die trailer die daar in de verte staat zonder dat die twee motorrijders me doorhebben? Zo te zien zijn ze wel druk aan het sleutelen met hun motor, dus misschien valt het mee. Laat ik buiten het hek langslopen. Ik neem wel even een sprintje. Minder kans dat ze me zien. Ah, het is regenachtig, het is donker, dus waarschijnlijk valt dat wel mee. Dit is de laatste trailer. Laten we daar snel een stickje op plakken. There we go. En ik kan de bombs triggeren met pijltje naar links. Maar ik denk voordat ik dat ga doen, dat ik eerst maar even een veilige afstand ga nemen. Natuurlijk voor de explosie, maar ook voor de eventuele bende guys die naar buiten komen rennen. Op het moment dat ze de explosies horen en een aantal caravans de lucht in zien gaan. Dus ik zoek even mijn auto. Waar is mijn auto? Ik zie daar een aantal motorrijders staan. Ik ben hier ergens aangekomen in een auto. Ik weet alleen niet meer waar dat is. Dus ik zoek dekking op een grote afstand hier. Wel naast de gasfles, maar ik denk dat ze dat niet doorhebben. Nou, we gaan elk moment het knopje indrukken. 3, 2, 1. There we go. En het trailerpark is verwoest. Return to wait, dat gaan we zo doen. Maar voordat we dat moeten doen, zie ik dat er een aantal op mij afkomen rennen. En daar was ik al op verwacht. Zo te zien rennen de meeste rennen weg. Die zijn natuurlijk hartstikke bang wat hier gebeurt. Ik zie hier een op een motor langs rijden. En ik denk dat we nu maar toch even een sprintje gaan trekken. Ik zie hier toch de... Oh shit, wacht. Even switchen naar mijn shotgun, mochten ze echt er dichtbij komen. Het lijkt erop dat de meeste aan het vluchten zijn. Ik zie er daar een aantal met guns rennen. Dus laat ik maar maken dat ik wegkom. Hopelijk start mijn auto. Ja, hij start. En we zijn weg. There we go. Ik denk dat hun ons nooit meer lastig gaan vallen. Maar ja, je weet het maar nooit. Misschien dat ze het toch nog vaak willen nemen, want er leven er nog wel een aantal. Laten we even luisteren naar Franklin. Ik bedoel naar Trevor. En die guy. Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? The house I must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Oh shit, bijna de afslag gemist. I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye. It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, P. Trevor? Lube up your eye hole, fucker. Even kijken waar we heen gaan. Het lijkt erop dat we richting Los Santos stad gaan. En richting Michael. Nou, we rijden over prachtige landweggetjes door de berg heen. En met deze rijstijl is het eigenlijk levensgevaarlijk. You're what? Ooh, damn it. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. Wat een boeiend gesprek hebben ze in die auto, hè? Smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Ooh. Weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have, but he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. That's it. That giant sprawl, Los Santos. This is the place. I seen it on the holiday card. Nou, we zijn in ieder geval aangekomen in Los Santos. Dus ik denk dat we elk moment richting Michael gaan als wij Michael weten te vinden in deze super, super grote stad. En het lijkt erop dat ze echt een stel rednecks zijn die hier nog nooit zijn geweest.
Nou ja, vroeger, lang geleden. Want ze hebben het over de kaarten. Over kaarten die wel eens gestuurd worden. Laten we kijken. Voor mij zijn we aangekomen bij onze bestemming. Ik zie hier het waypoint staan. En we kijken uit over deze prachtige skyline van Los Santos. Allemaal mooie lampjes. En ik zeg eerlijk, op de Xbox One, het ziet er 1000 keer beter uit dan de 360. So, Michael. This is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! No. I thought we were going to my cousin. Ik denk dat het wel een mooi punt is om deze video af te sluiten. En dat wij in de volgende video een bezoekje gaan brengen aan Michael met Trevor. Ik wil iedereen enorm bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet deze video niet te liken als je dat nog niet gedaan hebt. En subscribe als je nog geen trouwe abonnee van mij bent. Binnenkort komt er veel meer vette shit aan. En ja, binnenkort komen ook de heist aan in GTA 5. Binnenkort ga ik nog de trainingsvideo's opnemen met mijn team. En ja, de volgende game die ik ook nog eens binnenkort ga uploaden, jongens, waar ik echt heel veel zin in heb, is Battlefield Hardline. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Laters!